Het Macandra-programma biedt Nederlandse technische ondersteuning aan Suriname om de afdeling plantenbescherming en kwaliteitskeuringen van het ministerie van LVV te versterken. Dit verbetert de plantgezondheid en de exportpositie van Surinaamse producten. Op 24 juni 2024 begonnen trainingsactiviteiten, waaronder een bezoek van Surinaamse inspecteurs aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor kennisuitwisseling en samenwerking. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hield op 28 juni 2024 een bijeenkomst over sociaal-agogische vorming voor jongeren, geleid door het onderdirectoraat Jeugdcentra. Minister McAndrew benadrukte het belang van een geïntegreerd jeugdbeleid en samenwerking tussen ministeries. Het project richt zich op de persoonlijke groei en ontwikkeling van jongeren door middel van sociaal-agogische interventies. Tijdens operatie Sparimaka hebben de politie van Nikeri en het Nationaal Leger op 2 juli 2024 controles uitgevoerd op de Corantijnrivier. Bij de Clara-sluis werd bootsman N.A. aangehouden met 2 passagiers. In zijn boot werd een ongeoorloofd jachtgeweer met munitie gevonden. Enna werd gearresteerd voor overtreding van de vuurwapenwet en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.